Vandaag ga ik de noob trollen op 10 manieren. Ik heb een hoop trolls bedacht die jullie nooit gaan verwachten. Oh ja, en bij de 5000 likes ga ik 24 uur overleven in het huis van de noob. Dus vergeet zeker niet te liken. Omdat ik alle trolls die er bestaan inmiddels al wel heb uitgevoerd, heb ik hier een potion en die gaat mij creative geven. Zodat ik echt veel betere trolls kan doen dan normaal. En laten we die maar eens even innemen en... Het is gelukt, ik sta in creative. De noob gaat nooit verwachten wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Goedemorgen zonder zorgen. We zijn vandaag weer klaar voor een nieuwe dag. En weet je wat ik ga doen? Ik heb hier allemaal schaapjes in de wei staan. En die gaan we vandaag voeren. Want de schaapjes hebben ook honger. En ik moet eigenlijk ook ontbijten. Dus ga ik samen ontbijten met de schaapjes. Ha, samen aan het ontbijt. Dan zal ik hier in de koelkast. Doe ik een appel pakken voor mij. En had ik hier... Had ik ergens nog... Ja, wat doen ze hebben voor te eten? Oké, schaapjes, ik kom er aan om jullie te voeren. Hier ben ik. Hallo. Zo, schaapie. Hop. Slok. Ik ben lekker op. Oké, de noob is hier zijn schapen eten aan het geven. En ik heb een supergoed idee voor de eerste troll. Ik ga namelijk zijn hele huis volzetten met Endermans. En ik denk dat hij dat niet gaat overleven. En omdat ik creative heb, kan ik dit command doen. En ik denk dat dit genoeg moet zijn. Er staan nu 3 Endermans in het huis van de noob. De schapjes hebben genoeg te eten gehad. Hey, hier staan nog dirtdieven. Wat doen die allemaal in mijn huis? Ik zie er hier 1, 2. Wow, hey, ga eens even naar huis, jongens. Vind ik niet leuk. Jullie mogen hier helemaal niet komen. Ga eruit. Niet naar boven. Niet naar boven, dit is privé. Stop. En niet mijn dicht pakken. Au. Nee. Oh, nee. Ik had iets moeten hebben om ze te slaan. En ik heb alleen maar... Appeltje. Oké, de noob wordt hier achterna gezeten door een Enderman. En volgens mij gaat dat niet helemaal goed. Oh, jeetje. Oh. Hij springt er naar beneden en... Oké, hij heeft de Enderman opgesloten in het schapenhok. Wat? Deze troll is niet echt gelukt. Oh, gelukkig. Ze zijn allemaal weg. Ik heb een boom geplaatst bij het huis van de noobspeler. En daaronder zit TNT. Dus op het moment als hij deze boom omhakt, ontploft de hele boom. Oké, we gaan vandaag wat hout hakken, want ik moet natuurlijk spulletjes maken om natuurlijk weer heel veel dingetjes te maken. En hout is wel belangrijk. En hier staat een mooie boom, die vind ik goed. Die gaat bij mij mee. Oké. Hij is de boom aan het omhakken, mensen. Oh nee, daar gaat hij. Oh jee, wat? Dat was echt een ziek grote ontploffing. Wat gebeurt hier? Ik heb echt geen idee. Het was helemaal boom van de boom. De noob is hier aan het minen voor mijn neus. En dat gaan we hem natuurlijk niet ongestoord laten doen. Nee. Ik heb een troll voorbereid en die gaat als volgt. Ik kan namelijk met dit command een bottomman neerzetten. Dus even kijken wat er nu gebeurt. Oké, stop hier. Kom hier. Je mag helemaal bij mij helemaal niet. Nee, stop. Ik heb een pickaxe, maar geen zwaard. Maar mijn pickaxe is ook goed genoeg om jou te slaan. De noob die heeft 2 pijlen in zijn hoofd. Maar ik dacht eigenlijk dat hij hiervan gekild ging worden. Maar ik heb wel een goed idee. Oké, de noob is nog steeds een beetje bezig. Ik ga hier in dit gangetje een heleboel skeletten neerzetten. Ik denk dat dit er wel genoeg zijn. Zo, hoppakee. Oh, het zijn er echt heel veel. Kijken wat er nu gebeurt. Nee, stop. Stop! Wat? Er zijn er superveel bottenmannen! Kom, ik ga hier. Nee, dan zit ik verder nog. De noob is hartstikke dood gegaan. Ja, hoe kon hij dat ook overleven? Nou ben ik hier weer bij mijn bed wakker geworden. En nu moet het toch een keer stoppen. Kijk, zie hier, ze hebben zelfs mijn ducht weggehaald. Die stoppen. Alles is stom. En ik snap er helemaal niks van. Ik heb hier weer een command voorbereid. En daarmee gaat de noob voor 10 seconden lang supersnel in de lucht vliegen. En daarna valt hij, als het goed is, dood neer op de grond. Ik ben heel erg benieuwd wat zijn reactie gaat zijn. Oké, de noob is hier buiten en ik heb hier het volgende command. Bam! Ik voer hem in en... Wat gebeurt hier? Nee, naar beneden! Ik wil naar beneden! Nee! Ah, daar is mijn deur uit! Wat is hier? De noob zit echt super hoog in de lucht en... Oh jee! Oké, ja, deze troll is zeker geslaagd. Oké, nu sta ik hier voor de mine. Maar ik heb niet alleen maar stenen nodig, maar ook natuurlijk heel veel ducht. En hier is ook heel veel ducht, dus dan ga ik ducht. Zoveel ducht.
zoveel dirt kan, want je kan nooit genoeg dirt hebben, want zeker niet bij mijn grote mooie dirthuis. Want zag je dat? Want allemaal stomme dingen, als ze weghalen de dirt, dan kan ik gewoon weer genoeg dirt neerzetten, zodat niemand dirt in de dirt. Mijn dirt! Oké, de noob is hier dirt aan het hakken en ik heb hier een bazooka vast. En ik heb een heel erg vet idee wat ik daarmee kan doen. Ik kan er namelijk dingen mee afschieten, zoals nu. Wat gebeurt hier allemaal? Ik kan zo toch geen Minecraft spelen? Er gebeuren de hele gekke dingen. Ik vind het maar een beetje raar allemaal. Ik heb hem weer super hard gekild. Oh, het begint misschien wel een beetje zielig te worden. Maar het is wel leuk. Oh, goedemorgen deze morgen. We hebben vandaag wel een beetje honger, zie ik. Ik moet eigenlijk gaan ontbijten. Dat is wel... Maar dat maakt niet uit, want ik heb een koelkast vol eten. Dus kan ik allemaal in mijn mond stoppen en dan krijg ik minder honger. En dan kan ik weer helemaal door met Minecraft spelen. Hé, ik had hier toch eten in mijn koelkast? Ik vind het echt wel leuk. Maar ja, mijn dicht zit vol koelkast. Mijn koelkast zit vol dicht. Wat raar. Nou ja, dan ga ik sowieso de dicht eruit nemen. Dan moet ik dadelijk misschien iets anders te eten halen. Ik moet wel iets krijgen. Maar wat zou ik moeten gaan eten? Oké, de noob is buiten en dat is fijn, want ik heb hier een commandblok en die heb ik nodig bij de volgende troll. Want ik heb hier een mooi command en die kan ik hier instoppen. En als ik dan zo klik, komt er als het goed is inderdaad de sterkste zombie ooit. En hij is ook nog eens super snel. Maar ik moet echt wel iets te eten hebben, maar ik kwam niks tegen. Oh nee, ik zat toch niet met schaapjes dadelijk. Hey, nee, zombie! Ga weg! Ik sla je met dirt door! Zo, zo stomme zombie. Oh, hij heeft wel diamanten dingen aan. Die mag helemaal niet boven die komen. Nee, ga weg. Stomme zombie. Ik gooi dicht naar je. Oh, dat doet helemaal niks. Stop. Hier, mijn dicht is veel sterker dan je. Oh nee, toch. De noob is gekild door de zombie. Ja, hoe kan het ook anders? Kijk eens even hoe sterk deze zombie is. Oh jee, dit ging helemaal fout. Oké, we gaan de mine in, want we hebben nog steeds nieuwe spulletjes nodig. Ik heb nu wel wat stenen pickaxes kunnen regelen, gelukkig. Dat is beter dan een houten pickaxe, kwam ik achter. Maar misschien gaan we er gewoon nog verder de grot in. Want misschien komen we nog andere spulletjes tegen. Dat is cool. Oké, de noob is hier aan het minen. Maar wat hij niet weet is dat ik hier zo een diamond heb verstopt. En als hij die weghakt, ontploft al deze TNT. Oh, kijk, nog meer kool hier. Dat kan ik wel goed gebruiken. Hé, hey, wat is dit? Oh, dit is gewoon een diamond! Wow, we gaan de diamond! Hakken, bakken. Hé! Hey. Nee! Wat is dit? Ik hoor weer iets aanraken! Oh, wow, de diamond! Dit was een diamantenploffing! Oh, en het mooie is nog dat de noob de diamond nooit had kunnen hakken, omdat hij de diamond weghakte met een stenen pickaxe. Echt, noob, hoe dom kan je zijn? Dit is wel echt een enorme krater. Oké, nou heb ik wel geen eten, maar... Ja, ik heb wel eten, want ik heb hier een taart. Maar ik heb eigenlijk helemaal nog geen honger. Dus dan ga ik wachten tot ik honger heb. En dan eet ik heel de taart op. Oké, voor de volgende troll heb ik dit comment. En hiermee komt er dus bliksem. En dit wil ik uiteindelijk op de noob gaan doen. Maar eerst wil ik hem een beetje laten schrikken met deze bliksem. En de noob zit hier vol met te eten. Dus ik wil hem eerst een beetje laten schrikken. En daarna wil ik de bliksem op de noob proberen te laten komen. Oh, ik heb nog steeds geen honger, maar ik ben een echte doorzetter. Als ik honger... Wow, wat was dit? Hallo? Oké, volgens mij heeft u wel wat door, maar ik heb geen idee of dat ik het echt op de noob kan zetten. Oké, wacht, laat ik nog eens eventjes een hele hoop bliksem afvuren. Zo, hoppakee. Wow, wat is dit? Mijn huis spookt. Het huis is niet goed, hoor. Wat gebeurt hier? Oké, de noob is weg aan het rennen van zijn huis, maar ik ga proberen om deze bliksem op hem te laten komen. Oké, eens even kijken. Eens even kijken of dat dit gaat werken. Bam! Bam! Wow. Oh, ja! Nee. Hij is geraakt. Bam! Oh, jeetje, ik wist niet dat het zo snel ging. Oké, de noob is hier aan het lopen en eens even kijken. Ik ga hier voor zijn neus een hele hoop wolven neerzetten. Want ik weet dus dat de noob altijd wolven wil aaien als hij ze tegenkomt. Alleen wat hij dan doet is dan slaat hij de wolven. En dat is niet heel erg slim. En ik ga kijken of dat nu weer gaat gebeuren. Oké, ik span hier even een heleboel wolven in. En laten we eens kijken wat de noob nu gaat doen. Hey! Hey, wolfie! Hey, wolfie! Ah! Oh, nee! Nee, ik wou aaien! Ah, dit zijn er echt superveel! Nee, stop! Stop! Oké. Onderhandelingen, jongens! Ik heb schapen bij mijn huis! Ah, die mogen jullie hebben! Oh, nee!
Ik zei het toch, mensen. De Noob gaat sowieso die wolven proberen te aaien. En je ziet wat er van komt. Ja, dat gaat helemaal fout. Ah, schaapje, help mij. Je moet jezelf opofferen, zodat die de wolven mij niet eten. Ah, stop. Nee, stop, stop. Wolf, ik aai jou zelf hier. Ah. En de Noob is weer gekild. Oké, ja, hier, dan word ik weer de bakker naast mijn bed. Het is me al zo vaak overkomen. Oké, ik wil wel de schapens gaan voeren. En dan heb ik hier wel wat hooi en de wieten. En dan ga ik zo de schapens voeren. Ik moet alleen zelf kijken of ik nog wel wat eten heb. Haha, ja, ik kan nu wel de taart eten. Oké, ik wil ervoor zorgen dat de Noob op de een of andere manier kan weten dat ik achter al deze trolls zit. En daarom heb ik hier wat van deze paarse dye. En ga ik al de schapen van de Noob paars maken. En dan moet er toch wel een kwartje vallen dat ik hem aan het trollen ben, of niet? Ik denk het wel in ieder geval. Oké, hoppa, hoppa. Kijk eens even. Dit moet de Noob sowieso wel doorhebben. Oké, schaapjes, maak je klaar voor het ontbijt. Wat ik heb voor jullie. Hoi. Jullie hebben... paars! Ik heb paarse schapen, die waren niet eens paars. Jullie krijgen wel hooi, maar... Waarom zijn jullie paars? Paars! Dat is Giel! Giel is paars! Hoe zou hij mij hier voor de gek aan het houden zijn de hele tijd? Oh, als dat zo is, dan ga ik hem terugpakken, hoor. In deze video kan je zien hoe ik in deze server gekomen ben. Vergeet u dus zeker niet te checken. Vergeet ook zeker niet te abonneren. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een nieuwe video. Doei!